Pieter Jouwke, Hassan El Raoui, Felix Heeseman en Frans van der Groen. Onthoud deze namen goed, want binnenkort staan ze op het Utrecht International Comedy Festival. Maar vanavond staan ze hier, in Tivoli, in Utrecht. En ik wil eigenlijk twee dingen van ze weten. Ten eerste, zijn ze er een beetje klaar voor? En ten tweede, wat gaan ze doen met deze beker? Ik ga alvast naar binnen, want ik heb het koud. Hallo. Hi. Hey Hassan. Hallo. Zo. Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Top. Ik was 9 jaar. Ik kom naar beneden. Mijn oom die staat klaar met zijn hand omhoog. En ik kijk hem recht in zijn ogen aan. Ik zeg hem, vriend, raak mij met 1 tengel aan en ik bel de politie. Want ik weet heus wel dat je hier illegaal bent. Hey. Dit is tof, hè, Utrecht. Ik wou een Marokkaan het land uitzetten voordat het hip was. Yo, Frans. Hey man. Felix. Goeiedag. Heb je er zin in? Ik heb er absoluut zin in. Dit is toch een van de leukste van het jaar altijd. Ja? Ja. En waarom? Het publiek is altijd enthousiast en de zaal is te gek. Goede reactie. Ja, en de collega's zijn ook altijd leuk. Ik vind het leuk om hier te zijn. Echt oprecht leuk om hier te zijn. Ik ben blij dat ik eindelijk weer eens een keer door de week naar buiten kan. Ja, dat is prettig. Want dit is mijn werk. En door de week heb je gewoon helemaal geen kut te doen, joh. Nee, gewoon helemaal niks. Helemaal niks. Soms dan word ik wakker op een woensdag. Of kan ook net zo goed een dinsdag zijn. Weet ik veel, om 8:30 of zo. En dan denk ik, snel eruit. Over een kwartiertje begint de Champions League. Even. Ja, gast. Niet, Kilian. Je moet zo op, hè. Pieter. Hoi. Hey, ik heet ook Pieter. Wat leuk. Ja? Ja. Dat is heel toevallig. Ja. Ja. Ik neem heel even met jullie de algemene voorwaarden van mijn comedy set door. Het zijn er maar 2. Eén is, dat klinkt een beetje arrogant, maar dat bedoel ik niet zo arrogant. Eén is, u bent verplicht om te lachen. Maakt u zich geen zorgen, het wordt niet gecontroleerd. Dat is geen enkel punt, maar ik moet dat zeggen. U bent verplicht om te lachen, het is niet facultatief, dus het is niet vrijblijvend. Het is niet voor mij, want mij maakt het in principe niet uit. Ik wil alleen dat u lacht wanneer u wil, maar het moet dus blijkbaar. En dat is niet voor mij, dat is eigenlijk voor u. Omdat het weekend komt er weer aan. En dan zit u natuurlijk met vrienden bij elkaar en zegt, oh, wat, heb je nog iets gedaan deze week? Zeg, oh ja, ik was nog naar een comedy show geweest. Oh, wie waren er? Onder andere Pieter Jouwke. En dan zullen ze natuurlijk vragen, en moest je lachen? En dan kunt u in alle eerlijkheid zeggen, ja. Oh, wat doe ik dood, maar direct. What the fuck, man, dit is niet relaxed, hoor. Kom maar. Dat poepen, dat is wel echt een ding bij jou, of niet? Ja, maar volgens mij ben ik niet de enige. Ik ken heel veel comedians die gewoon echt zo zenuwachtig worden. Ja. Dat ze van tevoren gewoon even een zenuwpoepje. Wat voor soort comedian denk je dat je bent? Ik vind het leuk om mensen op het juiste been te zetten, want dat verwachten ze niet. Dat is een mooie. Ja. Dat is een mooie. Ja. Kun je dat verder toelichten? Je laat ze denken dat er nog wat extra's komt of zo, maar dat komt dan weer niet. Of ja, zo. Of juist wel. Ja. Dus ik vind het fijn als mensen denken, oh ja, zo is. Oh nee, hè? Oh nee, toch? Oh nee, nee. Voor de duidelijkheid, mijn vrouw en ik die hebben een prettig huwelijk. Zij is eigenlijk bijna perfect. Klein dingetje. Wat zij heeft, zij, ik moet 's nachts altijd de kinderen doen. Als ze naar beneden komen, moet ik de kinderen doen. Want, zegt zij, als het donker is, heb ik geen kinderen. Nou, prima. Ja, dat klinkt nu een beetje negatief, maar dat is ook best wel negatief. Ik ben MC van deze avond. Het mooie van MC zijn is dat mijn schouders rusten geen enkele druk. Het enige wat ik moet doen, is de namen van de comedians ontgrappen. En op de juiste manier, op de juiste momenten die namen scanderen. Ja. En die namen op een enthousiaste manier eruit gooien, zodat het publiek gaat applaudisseren. Klapt u nog harder, laat u zelf nogmaals horen voor niemand minder dan Felix Heeseman! Mijn laatste bijbaantje, dat was bij de Praxis. Daarvoor werkte ik bij de Gamma. Maar ja, ik was gewoon toe aan een totaal nieuwe uitdaging. Hoe ga je met die zenuwen om? Heel diep zuchten. Ik denk dat ik ga ijsberen, rondjes rennen. Dat hangt er een beetje vanaf hoeveel mensen hier rennen zelfs. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Het hangt er net vanaf hoeveel mensen hier zo meteen in de kleedkamer zijn. Ja. Maar ik wil nog wel eens hele gekke dingen doen om tot rust te komen. Ik werk nu in het ziekenhuis. Ja, als klinieclown. Hey, dat is heel dankbaar werk, hè? Ik krijg er niet eens voor betaald, maar ik verdien een fortuin aan het speelgoed van die kinderen. Ik heb een handeltje voor het speelgoed van kinderen die het niet redden. Is dat heel erg?
Oké, kijk, je moet je voorstellen, ik kom dan zo'n kamer binnenrennen waar dan zo'n ziek meisje op bed ligt. En dan storm ik naar binnen en dan zeg ik, wat kijk je? En dan zie je de pijn uit haar ogen wegtrekken. En dat maakt dan plaats voor angst. Maar dan zijn ze even vergeten dat ze ziek zijn. En daar gaat het om, mensen. Eén laatste ding voor je, voordat je het podium op gaat. Wauw, de grote beker. Ja. Kijk eens. Oh nee, dat valt mee. Dat was perspectief. Wat vind je ervan? Nou, het is een soort Champions League replica, hè? Ja. Lijkt een beetje een soort ijshockey onderkant. Hij is helaas niet voor jou. Ah. Je mag hem geven aan een van je medecomedians vanavond. Oh, dit is nou typisch het leven van de MC. Alles in dienst van de comedians. Het is namelijk helemaal niet erg als een mug je steekt. Dat is geen enkel probleem. Het vervelende van een mug is dat hij altijd wil vertellen hoe zijn dag is geweest. Rijden bij de bloedbank. Koorts, zeg, dan ben ik bang dat ik malaria heb. Terwijl, weet je, dus... ik zei op een gegeven moment ook, steek nou maar! Uiteindelijk... Dank je! Dat laatste heb ik er zelf bij bedacht. De avond zit erop, maar we hebben nog één laatste onderdeel. Aan wie wil je die beker geven? Nou, ik zat zelf te denken, omdat ik zelf nog nooit een beker heb gehad. En ik gun comedians de beker. Ja. Dacht ik van, ik gun hem aan Hassan, maar ik gun hem ook aan Felix. Ja, dat kan niet. Kijk, ik vind dat iemand als Frans, die heeft zijn naam natuurlijk tegen. Ja. Dus ik dacht zelf... Oh. Hassan. Dat vind ik een heel mooi gebaar. En Frans, wat ga jij met jouw beker doen? Als ik hem dan toch moet uitreiken, dan het liefst geef ik bij zo'n beker een schuldgevoel. En dan geef ik hem aan Pieter. Oh jezus, moet ik er weer een breken? Ja. Oké. Okay. Dankjewel, man. Hassan? Nou, ik zal zeggen... Felix, het is aan mij de grote eer om jou de beker te geven voor de comedian met de mooiste teennagels. Dat is nou, wie jij dankjewel. Bent. Dankjewel. Ja. En Felix, wat doe jij? Nou, met jouw twee bekers. Ja. Ja, je hebt er nu twee, hè? Je mag ze ook allemaal ik ga houden. Ik probeer of toch niet in vier kan, want ze zijn echt nog heel veel. Oh. Het gaat best wel makkelijk. Het is toch gelukt. Ja. Omdat ik jullie allemaal even geweldig vind. Ik wil dat stukje. Oh, je dat stuk? Nou, veel plezier ermee. Ik ben er geniet ervan. Ik wil dat voor. Geef hem een mooie plaatje. Want maar je hebt het allemaal verdiend. Jij hebt er nog één, hè? Ik heb er nog één, jazeker. Nou, ja. We zijn allemaal winnaars vandaag. Nou ja, behalve ik, want ik ben dus als MC de enige die geen hele beker heeft. Oh, ik ook niet. Ik ook niet, dus twee halve. Okay. Nou, dat zijn in ieder geval twee halve. Ik heb ook twee halve. Mag ik naar huis? Of, nee, je moet eerst nog afkondigen. Oh, oké. Okay. Dag mensen van 101 Comedy. Nee, hij pakt het totaal. Oh, hij pakt het totaal shot. Ja, zijn we cool? Oké, okay, nou mensen van 101 Comedy. Oh nee, toch hij. Waarom zijn we met camera's? Het was me weer een waar genoegen. Ik hoop dat jullie het net zo... Als je het gezellig voelt... Johnny, waar je naar wees? Waar genoegen? Waar genoegen, daar. Kijk, je moet in de camera kijken en dan zeg je... Als je het gezellig vond en je wil meer van ons zien... Kom dan naar het Utrecht Internationaal Comedy Festival op 1 en 2 april. April. In de camera kijken en aan de zijkant maar... En ook doen alsof je het zelf echt meent. Ja, alsof ik het leuk vind. www.uicf.nl voor de voorverkoop. Oké, ga weg. Houdoe. Dat is www.google.nl. Daar kun je alles vinden over... Utrecht International Comedy Festival. Maar ook over zeeschildpadjes.